even stilstaan bij de start van de opgavingen. Ik wil beginnen met even de spotlight op Jared te zetten. Want achter dat idee om de digitaalstad op te gaan graven, dat speelt al heel lang. Het begon eigenlijk met de eerste archeologische dienst, Nina Meijlof en Jeroen van Kamp. Die hadden zoiets van, we moeten eigenlijk opnieuw beginnen. We hebben daar over vergaderd, we hebben met ISG en ook met Amsterdam Historisch Museum toen en met Stadsarchief erover gesproken. En toen strandde dat weer. En eigenlijk pas sinds jij officieel een rol hebt bij het Amsterdam Museum en ook het idee is gekomen om de digitale stad een plek te geven in de tentoonstelling, dus in de permanente collectie. Dat jij ook een echt tijd hebt gekregen van het museum. Vanaf dat moment is eigenlijk echt aan het rollen gegaan. En parallel daaraan kwam ook opnieuw het stadsarchief met de vraag van zullen we niet toch weer een poging wagen. En iedereen begon een beetje ongemakkelijk te voelen. Het is nou 17 jaar geleden. Dus we moeten toch wel eens beginnen met wat van onze eigen historie weer op orde te krijgen. Maar het is niet alleen dat we dat allemaal voelen. Ik denk echt dat jij daar een enorm goede rol in speelt. En dat we hier allemaal nog staan met alle spullen en de energie waarmee we daar staan. Dat heeft toch heel veel te maken met jouw charismatische aanpak in deze. En daarom zou ik graag die switch willen maken naar wat we graag zouden willen dat er boven water komt. Heb jij iets waar je denkt van, nou, daar hoop ik op, dat die zichtbaar wordt? Nou, het liefst introduceer ik jullie nu naar de eerste vier oude servers die we terug hebben gevonden. En Paul Vogel en ik hebben al geprobeerd om een aantal ook iets daadwerkelijk mee te doen. Eén is gekannibaliseerd, ik ga ze zo voorstellen. Eén is gekannibaliseerd, dat betekent leeggeroofd. Eén kan niet meer boeten, opstarten. De andere is dicht van de spark opgezet. En de andere is gewoon overschreven. Dat betekent dat er iets anders mee gedaan is. Jij op dat wat er beschikbaar komt, dat je weer tegen gaat komen. Het zou grappig zijn als er iets gaat leven. Ja, van jouw software. Ik zou graag dat DWS 1.0 keuzemenu weer op mijn scherm willen zien. Waar je dan een keuze kan maken uit 0 tot en met 9. En dan naar het postkantoor. Kijk of er mail is. Of je nog mail hebt na 17 jaar. Dennis Becker. Dennis Becker. Ik heb toen ooit onderzoek gedaan naar gebruik en gebruikers van de digitale stad. In 96 en 98 was dat. Dus daar zit ook nog heel veel. Er zijn heel veel opmerkingen toen ook gemaakt. Dus dat heb ik allemaal nog. Maar ik heb ook een keer alle nieuwsgroepen gedownload. En die heb ik ook nog steeds op mijn computer staan. Dat is compleet met de eerste generatie spam die erin zit. Dus die zal ik ook inleveren. Die kunnen we binnenkort met z'n allen weer door gaan graven. Ja, leuk. Ja. Mijn eerste aanraking met het digitaal zat was ook in het stadhuis. Want dacht ik, waar staat het? Oh, wat leuk. Aan het dacht ik, op waar heb ik dat begonnen? Dat was niet zo makkelijk. Hier is dus het ijzeren deel van de eerste publieke terminals. Beneden. Er hoort een VT100 schermpje op. Wat echt met zo'n kleuren, met zo'n oranje of groen was die. Ik hoop dat we er inderdaad weer eentje weer compleet krijgen. Dat zou een hele mooie artefact zijn voor het museum als we hem weer aan de praat krijgen. Ik ben wel heel benieuwd hoe het met de bewoners is van toen de tijd van de digitale stad. Of die nou bijvoorbeeld ook heel actief op Facebook zijn of op andere social media. Waar ze gebleven zijn en hoe ze verder gegaan zijn. Want mensen die er gewerkt hebben, die kom ik altijd wel weer tegen. Ze zijn best veel in het vakgebied gebleven, heb ik het idee. Dus dat is ook heel leuk. Maar of die bewoners nou ook nog daarin zijn doorgaan leven. Daar roepen we ook echt iedereen op. Wat had je met DDS? Ook al had je maar een mailaccount of had je daar een verhaal of een herinnering aan. Dat zijn we aan het zoeken op dit moment. Ze hebben this whole pole full of hardware. Beautiful apples. And they were very stealable. So I made sure that with a very delicate little wire through all the hardware that looked like nothing. If someone tried to steal it, it would go boom, 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 boom. So I was like sort of keeping things from getting stolen. Ik heb heel lang nagedacht wat belangrijk is, maar Liesbeth heeft het al gezegd. Voor de stadsomroep zijn wij toen op een gegeven moment ook bewoners gaan bezoeken en gaan interviewen. En ik ben op de meest bizarre plekken terechtgekomen bij de meest bizarre mensen. Het leverde niet altijd even sprankelende interviews op, maar wel een enorme beleving. Misschien ergens is er nog een cd'tje gebrand met interviews. In 3D kon je over de dam heen lopen. En daar ben ik ook. VRML, het werkte. Het duurde ongeveer 3 kwartier voordat het geladen was ongeveer. En dan deed het nog half. Maar dat was wel het eerste experiment waarbij je echt fysiek door de stad heen kon lopen. Of fysiek virtueel door de stad heen kon lopen. Daar ben ik wel benieuwd naar of dat nog aan het praten krijgt. Ik ben heel bang dat
uit die tijd gewoon veel van dingen kwijtraken. Van mensen voelen, nieuwsgierigheid van mensen en wow effect dat digitaal staat met vervelend voor de meeste mensen. Ik ben benieuwd of ik dat terugzien. Ja. Het bijzondere is dat we in Amsterdam die combinatie wisten te maken tussen de lokale tv, zeg maar de piraten tv en radio scene. En de hackers scene, dus dat die bij elkaar is gekomen. Want op Facebook en Twitter en al dat soort netwerken, daar heb je niet de anonimiteit die je had met je pseudoniem, je dodo, je logo enzovoort op DDS. En vaak ging het op DDS ook over inhoud, het ging ergens over, je had een discussie over iets. En op grond daarvan kwam er een nieuwsgroep omheen of een gebouw of een wat dan ook plein. En dat bestaat nu niet op die manier. Je bent allemaal vriendjes van elkaar. Heel veel personen allemaal. Ja. En in DDS was je geen friends. Nee. We hebben alle mensen fondskaarten. En die fondskaarten hebben voor hardware, software en fysieke objecten. Jullie kennen wel die dingen die je kan aanraken verder ook. En we willen heel graag dat alles wat binnenkomt, dat wij weten één van wie het is, wat de oorspronkelijke functie was. Of het nog werkt, of in ieder geval wie heeft het gebracht met dank aan. Dus iedereen die iets mee heeft genomen, verlaat het pand niet voordat hij heeft ingevuld. Dank, dat was het. Dit is een bodembank. We gaan hem opgraven, we gaan hem neerzetten en we gaan hem invullen. Hier kun je dus allemaal telefoonverstekkertjes insteken. Alle mensen bellen. Je komt er dan een dagstekkertje doorgevoerd met de computer van de DDS. Zijn die bijzonder? Nou, dat ik hem uit de container heb gehaald. Mag ik je hartelijk danken. Fantastische vondst. Thank you.